Renegade Geeks. Wat enig dat jij kijkt naar deze video. Ik ben Jim en over het algemeen vind ik horrorgames leuk. Maar ik schijt ook daadwerkelijk in mijn broek van horrorgames. Het is het weekend van Halloween, dus waarom dan niet even een horrorspelletje spelen? De game die ik ga doen is eentje die ik echt heb zitten uitstellen om te spelen. Want ik denk echt dat ik gewoon ga schreeuwen en ga janken. Het heet Layers of Fear. En Layers of Fear is een game waarin je door een eng huis rondloopt. En volgens mij ben je een of andere schilder die vervloekte schilderijen heeft gemaakt. Of hij heeft shit gedaan. Ik heb geen idee. Ik heb de game nog niet gespeeld. Dus laten we dit doen. Met enige twijfel. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. Nou, die laatste vooral, ja. You probably deserve it. Wat? Oké, is dit de fucking game? Holy shit. Wauw. Look at those graphics. Holy shit. Oh god, het is zo mechaniek dat je de... Je doet de deur niet in één keer open. Nee, je moet... Met je muis moet je... Besturen dat je de deur wel of niet open doet. Ik ben echt zo iemand van... Nee, man! Fuck! Oké. Holy shit, deze game. Ziet er fucking mooi uit. Moet je kijken, man. Damn. Oké, wat ik van de intro tekst begreep, is dat ik dus een of andere schilder heb die het verlangen heeft om zijn meesterwerk af te maken. Dat is althans wat ik nu begrijp, dus ik ben nou in een huisje. Welkom in de keuken. Het is al een mooi schilderijtje. Oeh, hey, dat is fancy. Maar hoe lang is dit al verlaten dan? Want ik vind eigenlijk niet dat dit eten er zo erg uitziet. Ik heb erger gezien, laat ik het zo zeggen. Nou oké, dit is... Nou ja, laat maar zitten. Ik zou hier niet vrijwillig gaan eten. Maar wie de fuck doet zijn groenten daar zo ophangen? Wie doet dat? Ik niet in ieder geval. Een badkamer. Wie ben ik? Kan ik mezelf bekijken? Is hier een lichtknopje? Ja, er is hier een licht... Ja, en ik zie me... Ah, hey, dit is nep. Ik wil weten hoe ik eruit zie. Of leef ik nog wel? Ik moet dus naar mijn kantoor toe. En die zal ongetwijfeld boven zijn. Holy fucking shit. Ik ben eigenlijk altijd wel een beetje bang geweest voor schilderijen. En dat komt omdat er op de... Dat komt omdat er op het kantoor van mijn pa... hangt een fucking groot portret van Beethoven. En die kijkt er echt zo super boos naar je. En ik zit er echt zo van... Oh. Ik heb daar waarschijnlijk iets te lang naar zitten staren vroeger. En bij Belle en het Beest had je ook zo'n moment, zo'n scène. What the fuck is hier gebeurd? Had je ook zo'n scène dat je dan zo'n schilderij ziet van het beest toen hij nog mens was. En dat echt zo'n Death Star heet hij. Ja, had hij, moet ik zeggen. Vond helemaal niks. Kunnen we piano spelen? Daar schrok ik dus van, hè. Oh, nou, een paar chique overhemden. Nog een chique overhemden. Geen onderbroeken. Die zijn misschien hier. Holy fucking tering, Jezus. Waarom schrik ik daarvan? Oh god. Een schilderij. En die deur is dicht gegaan. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Oké. What the fuck? What the fuck? Oh nee, ik kan hier zo niet tegen. Waarom is alles anders? Just out of reach. Holy fuck! Wat ik nu dus fucking hard zou doen... is in een fucking hoekje gaan zitten. Gewoon daar achter die stoel. Of daar. En gaan janken. Gewoon, dat is wat ik zou doen. In real life. Like, fuck dit. Heal the world. Make it a better place. What in the fuck is dat? Welke sick fuck doet dit? Oh my god. Het staart me ook aan. Ugh. Get out. Oeh, lensflaretje. Hey, wat heb jij hierop te zeggen? Rudolf.
Ik moet wat met die baby gaan doen, hè. Fuck dit. Holy fuck! Hallo? Hier, dit soort fucking schilderijen. Echt, ik wil jou gewoon niet aankijken. Dust mice even in my lungs. Een trap. Lichtknoppie. Holy fuck! Oh mijn god, deze game! Please, let me just get the fuck out. Oh nee, een gang. Wat is dit alweer? Waarom is het kapot? Oh, Holy fuck, dat is tering creepy. Paint deep lies. Bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Het klinkt echt als een guy die echt gewoon problemen heeft om gewoon. Oh nee, het is allemaal vaag. Maar hier is het ding. De reden ook waarom het zo eng is. Is omdat het zo fucking mooi is. Hey, een muis. Een rat. Hier. Yeah. Look at that creepy fuck. Het is wel mooi hoe hij soort van uit dat frame zijn handje zit. But of course. Oh fuck! Ik denk dat deze guy fucked up shit met zijn vrouw heeft gedaan. Zodat hij de perfecte schilderij kon maken. Gebeurt altijd namelijk. Waarom heb ik het idee dat deze fucking lift nog gaat instorten? Tower of Terror all over again. Holy fucking fucking teringleiers. Ah! What the fuck? Deze game fuckt met je fucking hoofd. No man. Ik moet hier echt mee stoppen. Ik ga echt gewoon. Nou, dat was er dan net weer eentje die me niet. Oké, laat maar zitten. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. Oké, we hebben weer een stuk van het schilderij. Na het gedoe met de platenspeler. Flamingo's. Wat wordt het nu? Ik voel de passie, de woede, de pijn. Nee, ik heb eigenlijk geen idee wat de fuck dit moet voorstellen. Een of andere grot of zo? Of Nee, ik weet het niet. Wat in de... Hoe de fuck doen ze dit? Dit is zo fucking knap gedaan. Fuck! Elke keer als ik deze game een fucking complimentje geef, dan doen ze dat. Kappen. Klik, licht aan. Ik ga niet naar buiten kijken, want... Ah! Restless memories.
Nou, wel naar het spelen van dit fucking spel, ja. Ah! Jongens, ik stop ermee. Ik kan dit echt niet lang handelen. Oh, dit is Layers of Fear. Holy shit. Wat een fucking eng spel. Het is echt heel goed. Het is zo goed. Het loopt continu met je te fucken. Ik heb geschreeuwd. Ik ben echt bang om gewoon een deur door te gaan. Oh my god. Bedankt voor het kijken naar deze Let's Play. Happy Halloween. En tot de volgende keer.